Yes, Michael. Hey, helaas verloren vandaag uit de beker. Hoe erg bouw je daarvan, omdat dat toch een mooi toernooi is om aan mee te doen? Kijk, de beker is sowieso de makkelijkste en de snelste prijs van het seizoen. Dus daarom is het altijd leuk om te spelen. En als je dan op deze manier verliest, dan is dat gewoon jammer en zonde en vervelend. Dan ga je toch met een naar gevoel naar huis vandaag. Ja, en je zegt op deze manier, welke manier bedoel je dan? Vind je echt dat jullie ondermaats gepresteerd hebben? Ja, zeker. Ik vind zeker dat we ondermaats gepresteerd hebben. Niet omdat we niet wilden, want je zag hele goede momenten in de wedstrijd dat we echt wel vuur hadden. Maar kijk, dan heb je een goede aanval en dan valt net een drie punten niet. En dan wil je een actie maken en die komt dan net niet aan. En het was eigenlijk een wedstrijd van net niet vandaag. En dat is dan voelt dat altijd alsof je niet alles, althans als team, niet alles hebt kunnen geven. Terwijl je dat natuurlijk elke wedstrijd wel probeert. Hey, je kan niet tegen iemand zeggen van je hebt niet 100% proberen te geven. Want iedereen probeert ze 100% te geven. En als het dan op deze manier uitpakt, dan is dat vervelend. Ja, en voor jezelf? Voel je ook dat je zelf, een, zoals je dat zelf zegt, een net niet wedstrijd hebt gespeeld? Ik weet niet. Ik heb voor mezelf alweer een aardige wedstrijd gespeeld, denk ik. Het kan altijd beter. Maar op mijn manier, ik probeer altijd het team aan te krijgen. En dat is vandaag een klein moment gelukt. Dus ik had wel meer kunnen leveren vandaag. Want je zijn een paar keer toch wel teruggekomen. Waar iedereen eigenlijk al dacht van Dutch Windmills, ze hebben hem al binnen. Mm-hmm. Komen jullie wel terug, ook nog tot 10, nog iets nog dichterbij. Ja. Ja, in die fase heb je dan nog wel het gevoel dat er iets mogelijk is? Zeker, tot de laatste 2 minuten denk je nog steeds. Ook al sta je de 21 achter, je weet nooit wat er kan gebeuren. Hey, je kan er zomaar 7-3 punten in gooien. En dat gebeurt bijna nooit, maar bij basketbal kan het wel. Het is een sport wat heel snel op en neer kan gaan. Dus je blijft er altijd in geloven. Maar soms pakt het niet uit hoe je wilt. En in de competitie, het rijdt misschien ook nog niet helemaal zoals jullie willen. Jullie komen er wel beter in, zei de coach ook van Dutch Windmills. Waar liggen nog de verbeterpunten bij jullie? Wat je zei, dat net niet veranderen in net wel? Nou kijk, we missen op dit moment gewoon 4 hele belangrijke spelers voor ons team. En als je 4 rotatiespelers mist en dat moet je gaan compenseren met extra spelen, dan moeten jongens extra belast worden. Dan lopen de jongens die al met kleine pijntjes lopen. En als die dan extra belast worden, dan is het ook niet gek op een gegeven moment als er minder gepresteerd wordt. Dus als je vraagt waar zit je grootste verbeterpunt, is dat onze jongens gewoon weer fit worden. En die zijn ook weer aan het aankomen. En ik denk dat vanuit daar kunnen we gewoon nog groeien in een goed seizoen. En uiteindelijk is het belangrijkste dat je de play-offs haalt. En vanuit daar kan alles nog gebeuren. Maar je wil natuurlijk wel zo hoog mogelijk daarin komen. En dat is dan ook zo de doelstelling. En wat is er dan wel mogelijk? Want je zegt, als die jongens terug zijn, zijn we echt veel sterker. Op welke positie kan je dan eindigen? Waar moet je aan denken? Kijk, positie is altijd heel moeilijk over te praten. Want je weet niet wat de andere tegenstanders tegen elkaar gaan doen. Maar je probeert zo hoog mogelijk te eindigen. En in ons geval denk ik dat we gewoon moeten nog steeds reiken voor de 4e of 3e spot. En zolang je dat in je achterhoofd houdt, als je dan 1 plek lager komt, dan neem je dat voor granted, weet je wel. Je neemt dat erbij. Maar ik denk dat je gewoon moet focussen op zo hoog mogelijk eindigen. En als die jongens die niet helemaal fit zijn, eventjes de oliebollen laten liggen, komt het dan goed, denk je? Nou, het is niet zozeer op die manier fit zijn, maar... Snap ik. Kijk, ik zelf ook. Ik loop, als ik zo'n wedstrijd als vandaag 30 minuten heb gespeeld, dan lig ik morgen gewoon weer 2 uur bij de fysio. Omdat mijn enkel gewoon daar eigenlijk nog niet aan toe is. Maar ja, soms moet je een beetje door de zure appel heen bijten. En dan, maar even genieten van de feestdagen, toch? Sowieso moet je genieten van de feestdagen. Af en toe moet je ook kunnen ontspannen om weer te kunnen presteren.